Goedendag, leuk dat je kijkt naar het schaatsjournaal van Weerplaza. Want we zijn natuurlijk al heel druk met het winterweer. Het winterweer wat we vooral volgende week in ons land gaan krijgen. Op dit moment stelt de ijsvorming nog weinig voor. We zitten nog een beetje op het randje van het vriespunt, overdag er nog ruim boven. Dus je ziet op veel plaatsen dat er wel wat ijs op het water ligt, maar dat er ook nog flinke wakken zijn. Maar we verwachten dat we in de loop van de week op het niveau van plassen en meren uit gaan komen. En dat zal niet op alle plassen en meren zijn, we zitten een beetje op het randje daarvan, want er gaat behoorlijk wat wind staan uit het oosten tot het noordoosten. En dat zorgt ervoor dat uh, de meren waar heel veel wind staat, dat die niet zo snel dichtvriezen. Maar op beschutte meren, daar gaat een mooie ijslaag ontstaan en daar zou ik me toch wel uh, verbazen als we daar in de loop van volgende week niet zouden kunnen schaatsen. Moet allemaal wel gaan lukken, denk ik. Want wat gaat er gebeuren? Vandaag hadden we temperaturen van zo'n 4 graden in ons land. Maar kijk eens daar in Rusland. Daar zit ijskoude lucht. En die koude lucht die komt onze kant op. In de loop van zondag passeert het Arktische front ons land. En dan krijgen we dus ook te maken met lagere temperaturen. Dan zien we ook terug in de kansen op winterweer. In de bovenste grafiek zie je de kans dat het s'nachts gaat vriezen. Nou, die is voorlopig dus 100%. Pas uh, niet komend weekend, maar het weekend daarna neemt de kans op vorst in de nacht wat af. En overdag wordt het ook kouder. En dat zien we in de onderste terug. En die is ook belangrijk voor de ijsvorming. Want in de loop van volgende week zie je dat de kans op ijsdagen ook flink toeneemt. En als het zowel s'nachts als overdag blijft vriezen. Ja, dan voel je het wel aan. Dan uh, gaat het ijs behoorlijk aangroeien. Dit is de 15-daagse voor de komende twee weken, de temperatuurverwachting. En je ziet dat de temperatuur overdag uh, vanaf een volgende week onder het vriespunt uit gaat komen. Op dinsdag, op woensdag, op donderdag en misschien ook op vrijdag. En ook de nachten worden flink kouder en we maken zelfs kans op uh, strenge vorst. En dat is dan met name in de nachten van woensdag en donderdag. Strenge vorst betekent dat de temperatuur op een enkele plek dan onder de min 10 graden uit gaat komen. En dat zien we dan ook terug in ons ijsgroeimodel. Op dit moment zitten we nog rond de 0 centimeter, dat heb ik al uitgelegd. Maar geleidelijk gaat het ijs behoorlijk aangroeien. En in de loop van volgende week zouden we dan tussen de, nou laten we zeggen, tussen de 8 en de 10 centimeter uit moeten komen. En dat is dik genoeg om veilig het water op te gaan. Wel weer de voorwaarden. Het geldt vooral voor de gebieden waar weinig wind staat. Daar kan het ijs flink aangroeien. Plaatsen met meer wind zal het allemaal wat langzamer gaan. Mooie vooruitzichten dus als je graag op natuureis wilt schaatsen. En hoe ziet het weerbeeld er dan uit de komende dagen? Nou, zaterdag en zondag het weekend weer heerlijk. Flinke zonnige periode. S'nachts is het koud. Overdag nog ruim boven het vriespunt. En vanaf maandag krijgen we met die arctische lucht te maken. En dan gaat het kwik ook overdag dalen. Morgen een volgende update. Zie je dan graag terug. Ik ben Michiel in van Weerplaza.